De autoriteiten zullen in dialoog treden met belanghebbenden over de veiligheidssituatie in het Pekin Sarong-gebied. Dit zei justitieminister Kenneth Amoksi voor de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsman acht het noodzakelijk te praten met de mensen van het gebied als die zich niet op hun gemak voelen, zoals de Vereniging van Dorpshoofden in Suriname stelde tijdens een persmoment. Op 2 mei deden zich ongeregeldheden nabij het dorp voor. Gisteren heb ik van de president opgevangen dat we in dialoog zullen gaan met de gemeenschappen daar, zodat we de issues die ze bezighouden, misschien stremming in hun bewegingsmogelijkheden, dat we die zaken bespreken en met oplossingsmodellen komen. We hebben in een vroeg stadium, volgens mij dezelfde dag dat het geval zich daar heeft voorgedaan, is er overleg geweest met de FITS. Vervolgens zijn er wat maatregelen getroffen vanuit het ministerie van GBB, het ministerie van ROS. En op die manier zullen we verder gaan. Dus we wachten, ik wacht eigenlijk de bespreking van de president samen met de vicepresident en waarschijnlijk enkele ministers. Ik wacht dat gesprek af. De justitieminister wacht het gesprek af om eventuele instructies die daaruit voortvloeien te implementeren. De bewindsman heeft geen directieven gegeven dat mensen zich niet in het gebied mogen bewegen. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie sluit zich wat dat betreft ook aan bij haar collega van justitie. Haar organisatie buigt zich ook over de recentste ontwikkelingen. Het is inderdaad een zorg die ze geuit hebben. En ik heb die zorg ook ter harte genomen en ik heb de bevelhebber gevraagd van wat is onze aanwezigheid, en ik weet dat wij aanwezig zijn daar. Eén is op het gebied van de beveiliging van Marie Baston, dat is eigenlijk Grasalco. En we zijn dus in de omgeving aanwezig. Er is ook één opmerking die ik ook gehoord heb dat Defensie raakt, is de militaire jungle trainingen waarvan ze vinden dat ze beperkt zijn. Ik weet dat we uitgebreid gesproken hebben met ze en er waren afspraken en men had toen geen bezwaar. Dus nu ik dit in de media heb vernomen, zal ik nog eens een keer met ze gaan bespreken en overleg voeren. Want ik kan nu op dit moment die jungle trainingen niet middenin afbreken. Maar het is wel een zorg die ik gehoord heb en waar ik me persoonlijk ga inzetten. En dat ik persoonlijk in overleg treed met de gemeenschap. Mathura heeft gesproken met andere ministeries en de inheemse gemeenschap over zorgvuldigheid in het gebied waar de jungle training gaande zijn. Zaken die mensen dwars zitten zullen weer besproken worden met justitie, geeft de minister aan.